Het gebied rond Hollandspoor is nu al één grote bouwput vanwege werkzaamheden aan het riool en de tramlijnen. Trams rijden er al weken niet meer. Na het weekend geldt dat ook voor vrijwel alle treinen. Vanaf maandag rijden er vanwege de werkzaamheden geen treinen tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal. Daardoor vertrekken er nog amper treinen vanaf Den Haag-Hollandspoor. Er rijdt vanaf het station alleen nog een pendeltrein naar Den Haag Centraal. Vanaf de andere stations aan de lijn naar Rotterdam, Den Haag-Moerwijk, Rijswijk, Delft en Delft-Zuid, rijden helemaal geen treinen. Nog niet alle reizigers op Hollandspoor zijn op de hoogte van de werkzaamheden die tot en met volgende week zondag zullen duren. Maar hoe? Ik ga gewoon met de trein. Neem aan dat stopt dit hier dan? Nee, ja, dat wist ik niet. Maar er zijn ook reizigers die wel al voorbereidingen treffen voor volgende week. Nu sta ik hier bij de informatiebalie en adviseren ze me om via Gouda te gaan. Want met de bussen is het een kriem, omdat het dan allemaal plaatsen moet aandoen. En het is een lang proces. Dan ben ik de hele dag bezig om in België terecht te komen. En daar heb ik niet zoveel zin in. Op een doorsnee werkdag reizen er zo'n 17.500 mensen via Hollandspoor. Dat zullen er maandag minder zijn vanwege de vakantieperiode. Ook hoopt de NS dat de reizigers dusdanig goed zijn geïnformeerd dat ze op een andere manier naar hun bestemming gaan. Zo kunnen ze per trein omreizen via Gouda, maar ook kunnen ze de metro pakken tussen het Centraal Station en Rotterdam. Voor de zekerheid worden er 40 bussen ingezet om reizigers naar Rotterdam en weer terug te vervoeren. Zowel de NS als de Rotterdamse vervoerder RET verwachten geen problemen.